Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid geeft toe dat er een lichte toename is van dengue-gevallen in Suriname. De bewindsman drukt de samenleving op het hart de broedplaatsen van de muskieten op te ruimen, omdat het alleen dan zin zal hebben voor het BOG om te spuiten. In een gesprek de vorige maand had Ramadien aangegeven dat Suriname waakzaam moet zijn voor het overwaaien van dengue naar Suriname. We hebben ook gefocust op de preventie. We hebben ook gezegd van we moeten meer doen aan preventie in het op het gebied van opruimen van broedplaatsen, onszelf beschermen en uiteraard bij vroege klachten ook vroegtijdig de arts op te sporen en contact te maken met de arts. Dit is wel belangrijke informatie omdat we merken toch nog dat een heleboel personen het een beetje onderschatten. En ik denk niet dat dat goed is. Laat bij elke klacht zeker kijken naar door de dokter naar de klacht. En laat u evalueren, onderzoeken. En maak contact met de huisarts, want die zal op basis van de klachten ook weten wat precies te doen. Maar we kunnen veel zelf voorkomen. Ramadien geeft aan dat er wel bespoten kan worden. Vanuit het ministerie zal bij tijds worden aangegeven waar en hoe de bespuitingen zullen plaatsvinden. Bespuiting plaatsvindt op plekken waar er gemeld wordt. En van waar dus de meldingen binnenkomen. En het bespuiten heeft alleen effect op de volwassen mug. En niet zozeer op broedplaatsen. We moeten dat even goed in de gaten houden. Maar we kunnen bespuiten, de volwassen mug gaat daarmee ook dood. Maar het heeft geen zin als je bespuit en de broedplaatsen nog volop aanwezig zijn. Dus je moet beide trajecten doen. En het kan dus ons een gevoel geven dat we beschermd zijn en daardoor bespuiten ook niet landelijk. Maar het heeft onze aandacht en we laten ons ook adviseren door deskundigen. Tweede is dat veel mensen zich alleen in de avond beschermen tegen de muggen. Maar bij deze mug, de Aedes aegypti mug, hebben we gemerkt dat, of ja, weten we dat deze mug ook met name overdag en de vooravond actief is. Deze week kwam er een bericht in de media dat er een 7-jarig kind zal zijn overleden aan de gevolgen van dengue. Minister Ramadien zegt dat het ministerie geen officiële rapportage heeft gehad over doden ten gevolge van dengue.